En Suriname is officieel toegetreden tot het internationaal platform voor korte films Shortcuts Network onder de naam Shortcuts Suriname. Dit netwerk is bedoeld om het filmtalent in Suriname te ontwikkelen. Natasha Conrad, initiatiefnemer van Suriname, meent dat deelname aan dit platform veel zal betekenen voor de filmindustrie van ons land. Shortcut is een netwerk, het is een internationaal platform. Drie werelddelen doen we, Zuid-Amerika, Afrika en Europa. Verschillende landen. Er zijn gewoon volgens mij 11 landen ongeveer aangesloten, zo uit het hoofd. Het is een podium voor als je talent hebt, maar dan word je meteen ook internationaal gezien. En er zijn ook internationale prijzen aan verbonden. Dus het is een echte stimulans om gewoon bezig te zijn. Suriname is op de achtergrond. Ik weet niet precies hoe dat komt. Maar in ieder geval, er is nu Shortcut Suriname. En het is gewoon een platform voor iedereen. Kijk, het is niet zo dat we op zoek zijn naar professionele filmmakers. Het is zo dat we talent willen ontdekken. We gaan dus ook op Facebook zijn. We gaan kijken van, hey, dat is een leuk filmpje. Of op Instagram of op TikTok. Dus zo kiezen we de filmpjes ook uit van, hey, dit is toch wel iets met talent. En dat het eigenlijk gewoon heel laagdrempelig is dat mensen kunnen opsturen, maar wij kijken ook. De officiële lancering van Shortcut Suriname vindt plaats op 12 januari 2023. Conrad zegt dat deze stap de deur tot internationale deelname aan filmwedstrijden moet openen. Op die manier krijgt Suriname internationale stem en is dan bevoegd deel te nemen aan diverse filmactiviteiten, sluit Conrad af.